Goeiedag iedereen, tijd voor een nieuwe Albert Heijn XL boodschappenvlog. Zo, de gezonde zaken terug bij de hand. Sinaasappels. De familiepak bananen. Dat is allemaal bijzonder gezond, hè? Zeg, groenten en fruit, de belangrijkste zaak op het gebied van voor je vitamine en zo. Ja, bloemkool. En ook dat, dus dat hier, de verspakken, daarom heb ik het direct ingenomen aan de ingang. Het is nu ook de periode van de soepen en zo. Je hebt hier alles bij de hand, hé? Dat is interessant. Tomaat, pastinaaksoep. Even kijken nog. Dat is ook bijzonder lekker in deze periode nu, de erwtensoep. Het volledige pakketje maakt dat klaar. Ik zeg, dan met een lekker stuk brood. Wortelen. Ja, die zijn hier ook goed van kwaliteit, die aardappelen. Thank you.
Het is bijzonder interessant hier, hè. De prei en zo. Wij werken met een vast schema. Dus een week vooraf wat men zal eten in de week. En dan koopt men het nodige. Dus zo heb je ook nooit geen verspilling of zo. Dat is ook interessant in de ochtend met de muesli dit. In plaats van druiven kan je ook dit gebruiken. Allee, afwisseling natuurlijk. Dat is ook bijzonder interessant, die sparaxie hier. Het is een mooi bestek om altijd te pas. Voor iemand die minder tijd heeft en op verplaatsing is, bijvoorbeeld, is dat ook interessant. Een dergelijke maaltijdpakket. Ook allemaal wel gezond, hè. Kippenfilet. Het belangrijkste wat mij betreft op gebied van vleessoort. Ja, ik ga nog even profiteren van de promoties. Ik zeg, je doet even in je diepvries in porties en dat is allemaal nog goed en vers. Deze is ook bijzonder goed van smaak. Aha, dat is een andere verpakking nu met 70% minder plastic. Dat is ook wel een goed initiatief. Dat gebruik ik vaak voor spaghetti bolognese en zo. Ook gezond voor sandwiches te maken, de kipfilet naturel. Ik zeg, dit is ook wel goed van smaak.
ook wel een aanrader. Ik neem ze alle twee mee, zeg ik, in een afwisseling kan altijd. Zo, dat past in ons schema van deze week en volgende week. Het is ook bijzonder mooi gepresenteerd iedere keer. Ik zeg alles tip-top. Ik ben hier al aan de stand van de bakkerij. Dat is ook interessant, die broodjes met de komsoep. Hè? En ook nog in de bonus. Pardon, hebt u witstokbrood ook, mevrouw? Nee, ik heb het niet. Ah ja, geen probleem, dank u. We zijn hier wel de kleintjes. Ik ga nog een brui meedoen. Zo. Ze zijn ook bijzonder goed van smaak. Vloer van het Belgisch assortiment. Wil jij twee liter maar hetzelfde? Ja. Ook nog interessant hier even in beeld. Ik zeg de sandwichen en zo. De klassieke broodzaak die iedereen kent, maar wel interessant, alles is bij de hand. Desserten voor bepaalde gelegenheden. Dat is ook interessant hier, als iemand dat zoekt, nee, voor verplaatsing bij iemand, de pralines. Ja.
ook mooi gepresenteerd hier. Grotten uit Zeeuws-Vlaanderen. Dat is ook interessant hier, zaken voor de gezondheid, alleen in combinatie met iedereen zijn eigen doelstelling. Heb hier ook van alles. Bierhest. Zo, ik ga ook nog even een tijgerbrood nemen. Wit. Ook de bekende confituur die wij ook in huis hebben. Hè. Van deze zal ik nog één in voorraad meedoen. De Bon Maman abrikozen. En dan op het gebied van muesli, ook te zien in een filmpje van mij enkele dagen terug. Dit hier is bijzonder voedzaam. Ik zeg, je eet daar een portie van 40, 50 gram. En je hebt ook geen honger niet meer tot de middag. Het is ook wel iets die echt, dat je voelt dat je een ontbijt binnen hebt. Dan hier de klassieke muesli. Chocolade, rozijn, de nootjes momenteel. Zijn er niet, die heb ik ook wel in voorraad. Nee, van mijn combinaties ook te zien op mijn profiel. Het voordeelpakket. Dat is altijd bijzonder interessant. Hier. En ook nog wel de beste smaak in combinatie met de muesli's. De bekende fietsdrank. Ja, dan heb je opnieuw hier de klassieke bonusvoordeel en 2,5 prijs. Dat is hier vaak in deze bakken. Voilà. Interessant.
pistache notenmix, dat is ook goed. De pistache, en dat is... Kijken. Dat is ook interessant, 2 pakken voor €4. Het is ook bijzonder goed van kwaliteit, zo'n zaken. Hè. Dus in de vroege ochtend hier kan je echt rustig winkelen. Ja, ik ben hier wel op een uur. Net even na 8 uur in de ochtend op het openingsuur. Hè. Ja, men denkt al aan de winter hier. Ja, beste mensen zijn nog altijd beschikbaar. En ook een interessante prijs, 1,99. Ik zeg, het zijn stevige tassen en bijzonder mooi toeristisch. Hè. Ik zeg, je hebt de plaatjes van de binnenstad. Ik ga toch wel nog één meedoen, want ik kan plezier doen aan iemand die niet van huis is, die toch een keer vroeg van zo'n tas te hebben. Ja, je hebt hier echt alles dat je maar kan bedenken. Ik zeg, de klassieke kaarten. Vandaag eten we rudderstoof uit zijn handig verspakket. Naaigrief, veters. Er zijn er ook fietsonderdelen. Dat is ook wel interessant. Ik zeg, als men geen tijd heeft... hier heb je dus ook verlichting beschikbaar. Dus de batterijen natuurlijk. Zo, dat zijn mijn aanvullende aankopen. Voor een week, allee, volgens onze planning, dan wordt het ingevroren. Ik heb hier nog een mooi beeld
op de lichtstraat om af te sluiten. Zo, beste mensen, dat was mijn bezoekje hier. Ik ga nu naar de kassa. Ik zou zeggen, tot zo dadelijk. Iets vergeten. Ik ben vlug terug vertrokken van de kassa. Dit hier. Dat is ook een gewoonte van de kleine, als ze dat dan net niet in huis zou hebben. Zo. Zo, beste mensen, richting kassa. Een stukje wandelen in de grote XL-winkel. Bijzonder aangenaam. Zo, tot zo dadelijk terug. Zo, ik ben door de kassa. Wat er wel interessant is om mee te geven. Ik heb maar liefst 10,45 euro aan bonusvoordeel. Dus dat betekent 10 euro minder betaald op mijn boodschappen. Ik zeg, dat zijn allemaal gezonde zaken. Het is natuurlijk wel belangrijk van je eetgewoonte een planning op te stellen. Wat eet je in de komende week? En dan kan je dat mooi indelen in je koelkast, in je diepvries en zo is er geen verspilling. Een pracht van weer terug hier in Hulst. Dus beste mensen, het is het moment van even langs te komen hier bij de Albert Heijn XL. Ik zou zeggen tot een volgende vlog. Tot later.